Welkom bij Nu is het Done. Maar, ja. Je had het net over inderdaad voetbal. Is iets waar iedereen mee opgroeit, toch? De meeste mensen in Nederland mee opgroeien. Hoe is eigenlijk het basketbal? Want je was al vroeg met basketbal bezig. Weet je toch? Toen ik jou leerde kennen, was je al sowieso de man. Zou ik bedoel, dus hey, mijn level ging met jou mee omhoog. Maar je was altijd al hier, weet je toch? Ik probeerde me altijd te catchen, maar die man ging maar hoger en hoger. Op een gegeven moment werd het Amerika voetbal voor mij, weet je toch? Lief het. Maar in het begin was het wel competitive, maar dat ben ik. Zou ik bedoel, ik ben een big guy, maar het was competitive in het begin, snap je? Maar hoe was die basketbal in je gekomen, in je liefde gekomen? Nou, het is best grappig, want ik bedoel, zoals ik al zei, ik ben opgegroeid met voetbal. Gewoon in mijn omgeving was iedereen speelde voetbal. We gingen allemaal naar het voetbalveldje, noem maar op. Maar mijn vader heeft altijd gebasketbald. Dus ik heb het een beetje vandaag gekregen. En die periode, of tenminste het moment dat het me over die hamp heeft gebracht, zeg maar, om een keuze te maken voor basketbal, waren eigenlijk twee momenten. Het was een moment dat mijn vader me vroeg wat voor sport wil je gaan doen, voetballen of basketbal. En ik wil altijd weten als ik beter dan mijn vader kon worden. Dat was de uitdaging in mijn leven, zeg maar, op dat moment. En daarnaast speelde ik altijd op de galerij met twee buurmeisjes. En die gingen altijd op één dag in de week gingen ze naar Club 2000. En zo ben ik er eigenlijk bij gekomen. Ik ben één avond meegegaan. En ik ben daar gebleven totdat ik 19 was. De jeugd begint nu iets jonger meestal. En ik ben om mijn 11e begonnen bij Club 2000. En mijn weg is net iets anders geweest dan velen, omdat ik tot mijn 19e ongeveer alleen maar district of rayon heb gespeeld. Ik ben nooit in de picture geweest voor nationale team. Ik heb geen onder 18, onder 16, onder 14, onder 15 of zo nationaal gespeeld. Dus mijn weg was net iets anders dan de rest, omdat de jeugd zoals bijvoorbeeld Jesse Foreign of Mohamed Karazi zijn allemaal jongens die wel in hun jeugd voor het Nederlands team hebben gespeeld. Of zijn uitgekomen, Shalom Kloh. Het zijn allemaal jongens die op jonge leeftijd al uit zijn gekomen voor het Nationaal Team. En zijn die stappen net iets makkelijker, omdat je dan elke keer nationaal in beeld bent. Dus ja, zo een beetje, zo ben ik bij basketbal uiteindelijk gekomen. Ik heb de keuze gemaakt. Op mijn 16 of zo ben ik even gestopt. Had ik een beetje ruzie, een beetje bonje met de coach of met de owner daar zo. Ik kan me niet meer herinneren wat het was. Maar toen ben ik eventjes heel veel N1 gaan doen bij What? Word on the Street. Ik weet niet of jullie dat nog kennen. Ja toch, daar hadden we het nog laatst over met Angelo. Angelo was laatst op de podcast, ja toch, Angelo Bromet, hadden we het ook over Words. Daar ken ik je, ja. Oké. Okay. Van Words, en dat heb ik dus een tijdje gedaan, met Evolution. Hij was er toen nog, ja. En op een bepaald moment heb ik gewoon gezegd van, wat ga ik doen? Ga ik door met dit trucjes ding, of ga ik het serieus nemen en ga ik ook georganiseerd basketbal gewoon mijn ding maken. En die keuze heb ik toen gemaakt. Ik ben vanaf mijn 16, 17 en ben ik daar gewoon keihard voor gaan werken. Ja. En heb ik, heb ik op mijn 19e, dit is ook weer eentje waar jullie ook, ja, ik weet niet als je tennis een kid, maar ik weet zeker dat ik hier, want ik heb nog foto's van het moment. Youth Friendship Game. Zo toch, man. Ja. In Haarlem gingen we naar de Youth Friendship Games. En daar hebben we toen gebasketbald. Toen kreeg ik uiteindelijk leerde ik iemand kennen die me wou helpen om naar Amerika te gaan. En zo. Oh ja, ik had van gehoord. Maar wacht even. Maar dat need more attention. Snap ik bedoel? Maar check, voor de mensen die het niet weten, Youth Friendship Games was met Club 2000. Gingen we daar naartoe. En het is eigenlijk een groot toernooi. Maar het toernooi was dope omdat er
Amerikaanse ballers ook die kant op kwamen. Dus highschoolers kwamen die kant op, toch? Dus ja, het waren alle scholen. Het waren alle landen. Het was een soort, inderdaad. Olympische alle landen, spelen. Maar ja. Die mindset was voor, of tenminste voor mij, laat ik voor mezelf praten, waren die Amerikaanse ballers. Dus voor mij, in mijn geval, had ik nog nooit tegen Amerikaanse ballers gebasketbald. Ik bedoel, je hebt toch iets van, hé, hetzelfde met American voetbal. Je gaat daar meer, is anders. Ik bedoel. Ja, dus, in de culture. We gingen daar en ik zeg, ja, kijk, zo was Wordy die baas van onze team. Ik bedoel, hij was die hele guy. En die guy ging gewoon met al die boys gingen doen. Al die Amerikaanse boys gingen doen. En je weet toch, wat ik altijd verbaasde nog steeds, is dat je die freaking pony te had gekot. Ik bedoel, want dat was die trade, man. Wordy had een ponytail. Dus iedereen koolde een ponytail, toch? Omdat hij los ging, hè, op het toernooi. En het waren misschien 2 of 3 jaar waar we daar naartoe gingen, weet niet meer. Maar elk jaar was Wordy sowieso of een MVP of nummer 1 of 2 MVP van die league. Dus ja, Dan weet je sowieso dat mensen gericht zijn. Die ogen zijn allemaal op Wordy. En wat je zegt, ja, dan zijn de mannen die je gaan willen helpen. Maar continue. Ja, dus ik kreeg toen ik iemand kende, Michael, Chris Morales. En met hem is het eigenlijk verder gegaan. Ben ik 2 keer naar Amerika gevlogen, heb ik wat try-outs gedaan en de 2e keer toen ik ging. Trouwens, ik ben 3 keer geweest, 1 keer met Neil Johnson in New York. Dat is uiteindelijk niks geworden. En toen 2 keer naar Edinburgh, Texas. En toen heb ik een scholarship gekregen op een JUCO, waar ik maar kort ben geweest, omdat de ervaring niet gelijk of tenminste in lijn stond met mijn gedachten hoe het zou zijn. Dus toen ik teruggekomen had geen zin meer om te basketballen. En door vrienden en familie om me heen die me de hele tijd probeerden te motiveren en zeggen van je kan niet stoppen nu, je kan niet alles weggooien, noem maar op. Heb ik het weer opgepakt en ben ik op Urk gaan spelen hier in Nederland. Vrij weinig mensen weten waar dat is of wie dat is, welke club dat is, de Orcas. Maar dat was een eerste divisie team en daar heb ik een paar wedstrijden gespeeld en toen kreeg ik een contract bij Rotterdam aangeboden.